Koen, 3-1. Vandaag 31. Dat is twee keer 3-1. Dat was gewoon op voorhand afgesproken. Afgesproken niet, maar wel. Ik zou er direct voor tekenen. En, ik denk dat we gewoon collectief een goede prestatie hebben gedaan. Dat we misschien niet verdiend is. Het is moeilijk te zeggen, want ik denk dat beide ploegen de kansen hebben gehad om de wedstrijd minstens een punt te halen en de overwinning. Wij komen als gelukkigen uit, uit de strijd. En ik denk nogmaals een goede collectieve prestatie die ons deze drie punten bezorgt. Eerste helft lag het tempo meteen hoog. Hadden we ook nog wel wat het overwicht. Tweede helft was een pak moeilijker. Ja, maar ik had echt het gevoel de eerste helft dat ik in een cupwedstrijd zat. We deden een aanval en zij hervatten direct het spel om in de omschakeling een paar keer gevaarlijk te zijn. Ik zeg het nogmaals, we hebben vandaag een goede keeper nodig gehad. Hij stond er ook. Ik weet niet of het moeilijke ballen zijn of niet, maar dat moet aan hem vragen. Maar hij heeft ons wel, denk ik, mede drie punten over de streep getrokken. Maar zoals gezegd, het was een goed tempo langs beide kanten. Ik denk aangenaam om te volgen. En gelukkig zijn wij de winnaars. Ja, ook dat tweede doelpunt valt op het juiste moment, hè? Ja, dat is het moment. Ik denk op Hasselt valt het eerste en tweede doelpunt ook op het juiste moment. Ik denk dat dat een klasse is van die spelers die van voren staan. Ik moet de namen niet noemen, maar er staat heel wat kwaliteit daarvan voor. En ze hebben niet veel nodig voor een goal te maken. Dus we weten dat dat ook een van onze sterkten is. En ik zeg het nogmaals, chapeau voor die jongens ook, want zij trekken mee de drie punten over de streep. Zeiden net al, je wordt vandaag 31. Laten we even 25 jaar terug in de tijd gaan. Als jij daar als jeugdspeler van Lira of jeugdspeler van Lierse tussen die benden mag gaan staan, dan zou jij ook verkocht zijn? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het ook propaganda is voor het jeugdvoetbal. Dan, als je ziet hoeveel jeugd... Het is huldiging, dus het is enigszins normaal. Maar hoe hard dat ze meeleven met deze wedstrijd en met de groep. En dan is het echt, denk ik, een heel mooi moment voor zowel ons, maar ook voor de jeugdspelers om dat samen winnend en gezamenlijk af te sluiten. Wat een feest, hè? En dat allemaal op je verjaardag. Ja, maar ik denk dat het nog niet gedaan is, hè. De muziek staat er nog op, dus ik zal eens even mee gaan doen. Welk nummer moet er nog zeker passeren? Dat mag elk nummer zijn. Dat het maar een meezinger is, zeker. Nee. Geniet ervan, merci. Bart Rover, 3-1 overwinning tegen Olympia Wijchmaal, maar dat was niet zonder slag of stoot vandaag, hè? We hebben een zeer moeilijke avond gehad, absoluut. Dus ze hebben veel voetballend vermogen met heel veel snelheid en kracht in die voorste lijn. En dat hebben we redelijk kunnen opvangen. We hebben een paar goede kansen tegengekregen. Maar dan kom je op een gegeven moment in die fases dat je offensief kan doen. En dan komt een bepaalde kwaliteit boven, dat is efficiëntie. Ik heb wel het gevoel dat het een cupmatch was vandaag. Een enorm hoog tempo, al van meet af aan eigenlijk. Het was een hoog tempo. En je mag niet vergeten, we zaten nog met een bepaalde vermoeidheid, vond ik toch, in de benen van de afgelopen dinsdag. We hebben een hele zware week gehad. We hebben een heel zware uitwedstrijd gehad op Hasselt. Die kan je ook winnend afsluiten. En vandaag was vooral niet alleen de kwaliteit, maar vooral de mentaliteit belangrijk. Die efficiëntie, je gaf het net al aan, die was vorige week op Hasselt ook al cruciaal. Vandaag opnieuw, ja, dat kan belangrijk worden in de loop van het seizoen, hè? Dat is altijd belangrijk. Goals tegenhouden en goals scoren. Daar draait het in voetbal om. Dus in het middenveldspel, daar lagen we vandaag onder. Daar moeten we eerlijk in zijn. Dus maar wij zaten gewoon in de cruciale fase, hadden wij meer efficiëntie vandaag. Ja, 7 op 9, dat is eigenlijk op schema, denk ik. Nee, oké, een schema. Dus we hebben geen schema. Dus, maar wij hebben gewoon, we willen elke wedstrijd spelen en zo goed mogelijk spelen en het maximum uit de groep halen. Dus waar dat eindigt, dat zullen we nou wel zien. Dus, maar we gaan geen ambities uitspreken of rare dingen zeggen, absoluut niet. Dus we hebben gewoon vandaag tegen Wijchmaal gespeeld, we hebben vandaag gewonnen. En daar moet je van kunnen genieten op deze moment. Dus want je mag niet vergeten, de afgelopen wedstrijd tegen Deinze heeft toch veel kracht gekost. Als je dan ongeveer ziet, ja, die jeugdvoorstelling is er vandaag. Je bent vooral bezig met die wedstrijd, maar ik kan me niet van de mening ontdoen dat je dat niet ziet, hoe mooi het is dat die jeugdspelers mij dat veld oplopen. Ja, absoluut. Dus, maar dat is ook al in Vremde waar wij trainen. Daar loopt het elke dag vol met jeugd. En we gaan regelmatig die trainingen bekijken. Hè. Dus, want ik ben altijd op tijd daar. En dan zie je ook al die trainers heel enthousiast met die jonge gasten bezig. En dat ze vandaag... Dus ze waren trouwens afgelopen dinsdag tegen Deins waren ze ook aanwezig met heel veel jeugdspelers. En vandaag is de voorstelling van de jeugd geweest. En is dat het leuk dat ze dan zien van in de eerste ploeg gaat het niet alleen maar om tiki-taki, maar dan wordt er heel hard gebikkeld. Potentie in alle gelederen van de club, dat is mooi om te zien. De doorstroming moet er komen nu, hè? Nee, daar hebben we alle vertrouwen in. Geniet van de overwinning vandaag en we zien elkaar volgende week in Westerlo, zeker? Houtvinnen en die spelen op Westerlo, inderdaad. Dus dat wordt weer een hele leuke wedstrijd om naar uit te kijken.
voor de supporters ook. Zij mogen nog eens in het Kuipje mee een wedstrijd meepikken. Ja, het is leuk dat we gewoon op het hoofdveld mogen spelen. Een groot veld, een briljant veld. Dus dat is oké, daar moeten we proberen gebruik van te maken. Dan, maar dat is pas voor dinsdag. We gaan ons dinsdag pas voorbereiden op de wedstrijd van volgende week. Geniet van de drie punten vanavond. Bedankt. Ja,